Jens Toornstra, als je hier zo voor je uitkijkt, zie je stadion Galgenwaard. Wat voor gevoel roept dat nu al bij je op? Ja, wel apart. Ik heb heel veel zin om hier te gaan spelen. En als je zo het stadion ziet, is het al mooi. En ik hoop dat het volgende week goed gevuld is. En dat hij dan nog mooier eruit ziet. Maar als we vandaag kijken naar de training, je hebt meegedaan. Je krijgt meteen een hesje aan. Dat betekent dat je zondag in Twente al speelt. Ja, ik kreeg inderdaad een hesje aan. En meestal is dat wel een goed teken. Dus ik hoop dat ik mag spelen. En ik heb er zin in. Ben je daar al klaar voor hier bij Utrecht? Alles is nieuw. Is dat moeilijk voor je? Ja, moeilijk is niet het goede woord. Denk ik. Het is wel even wennen. Aanpassen aan de spelers, aan de speelstijl. Maar wat ik zeg, ik heb er heel veel zin in. En ik denk dat het gewoon goed gaat komen. Lang is er aan je getrokken. Dat werd zo net tijdens de persconferentie ook gezegd. Iedereen hier wilde je hebben. Waarom, kun je dat kort uitleggen, is de keuze op Utrecht gevallen? Waarom? Wat ik net ook al zei. Ze hebben me vanaf het begin, vanaf het eerste contact, echt het gevoel gegeven dat ik hier sowieso welkom ben. En dat ik hier een meerwaarde kan zijn. En dat hebben me een heel goed gevoel gegeven. En ze kwamen van de week kwamen ze weer in contact. En toen was het voor mij heel snel makkelijk om de keuze te maken. Ja, want jij kan ook kijken naar die ranglijst. Precies, ik kan iedereen zien. Ja, is dat een beetje ook de doorslag dat je denkt het gaat zo goed met de club? Nou ja, de doorslag wil ik niet zeggen, maar ik denk dat Utrecht in potentie gewoon een goede club is voor mij. En wat ik vandaag al heel de dag zeg, ik heb er echt zin in. En ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen. Je hebt natuurlijk al je tijd als prof bij de Den Haag gespeeld. Het Utrecht publiek kun je een beetje vergelijken. Wat ga jij ze geven hier in de Galgenwaard? Wat ik zelf had te doen is gewoon keihard werken. En ik hoop dat dat sowieso gerespecteerd wordt. En vanuit daaruit proberen goed te gaan voetballen. En samen met het team gewoon het publiek erachter krijgen om zo nog betere resultaten te bereiken.